Het lijkt op dit moment wel herfst buiten, terwijl het toch echt voorjaar is. We moeten nog even door de zure appel heen bijten, maar het lijkt erop dat we dit weekend heel ander weer gaan krijgen. Vandaag was het onstuimig met wind en buien. In de loop van de dag was het tussen de buien door net even wat vaker droog met wat meer opklaringen. Maar dat was allemaal maar tijdelijk. Op korte termijn blijft het voorlopig nog wisselvallig. Stond vandaag ook veel wind. Dit zijn de gemeten windstoten in Nederland. In het binnenland vaak meer dan 75 km per uur. In de kustprovincies rond de 90 km per uur op sommige plaatsen. Hoek van Holland kwam op 97 km per uur als maximale windstoot uit. Het wordt allemaal veroorzaakt door een lage drukgebied. De kern lag deze dinsdagmiddag ten westen van Denemarken. Hier zien we dat lage drukgebied liggen. Daaromheen gekruld bewolking en buien. Het lage drukgebied trekt naar het oosten tot noordoosten. Beïnvloedt voorlopig nog wel even het weer in onze omgeving. Al lijkt het morgen, woensdag op bevrijdingsdag, geleidelijk aan wel wat rustiger te worden. Op het randje van de kaart zien we overigens wel weer een volgende depressie in de maak. En die lijkt donderdag vooral ten zuiden van ons te passeren. Ja, toch wel behoorlijk dichtbij om voorlopig nog voor dat wisselvallige weer te zorgen. Vanavond wordt het allemaal wat rustiger. Tijdens de dodenherdenking is het op veel plaatsen droog, al zijn er nog wel verspreid in het land wat buien aanwezig. Vannacht, bij een afnemende wind en opklaringen, kan dan de temperatuur in het binnenland lokaal tot een graad of 4 dalen. Ja, en morgen dan hebben we een afwisseling van zonneschijn en bewolking. En uit de bewolking valt nog regelmatig een bui. Misschien zelfs nog wel met wat onweer en hagel. We moeten ons tevreden stellen met een graad of 10. Wel staat er wat minder wind en later op de dag neemt de buiigheid wat af op de meeste plaatsen. Nou, kijken we dan wat verder vooruit, dan zien we in eerste instantie nog niet heel veel verandering. Ja, vrijdag gaat de temperatuur voorzichtig wat omhoog, maar echt warmer wordt het dit weekend. Zaterdag zo'n 15 tot 19 graden. Wel wat meer bewolking in het westen van het land en mogelijk een beetje regen. Zondag een enkele bui, maar op de meeste plaatsen droog. En kijk eens, in het zuiden van het land belooft het 25 graden te worden. Fijne dag verder.